Yes, ik ben Eenske en welkom bij een nieuwe episode van Until Dawn. En dit is wat vooraf ging in de vorige episodes. Hold on! There is one individual we're considering as a person of interest. He has an interesting history with the Washington family. Apparently he had warned them against pursuing their construction project in Blackwood Pines and claimed the land was sacred to his forefathers. S. I? S. T. Sister? Ask it whose sister. Josh, it's gotta be. Which sister is it then? Josh! Oh my god. Ash! Maybe I know how to handle you too. Oh fuck, what the fuck? Jessica! Welkom terug. Oh my god. Bij een nieuwe episode van Until Dawn. En hier zijn wij de vorige keer geëindigd. Holy shit. Ik vind het zo vet dat je van tevoren telkens die flashbacks kan doen. Een kortere weg, ondanks risico, volg het pad. Ik volg het pad, jongens. Ik ga geen risico's nemen vandaag. Niet vandaag. De vorige episode ging bijna iedereen al dood. Of in ieder geval wat denk ik. Dus dat doen wij niet. We zijn er nou over uit dat er twee mensen zijn. Twee daders, minstens. Ik ben benieuwd. Eén is dan een soort monster, die andere is gewoon een mens of zo, met een masker, denk ik. Zo achter je. Oh. There she is. Jess! Dat is niet. Kijk dan wat de trek! Stomme lul! Oh, gewoon niet kijken, hè. Gewoon niet kijken. Springelwaar, dat kunnen we wel hebben. Geen probleem. Fuck. Oh. Yeah. Oh shit, no! Mijn sniper! No! Oh, godzijdank. Niks aan de hand. Het is echt het ultieme moment om nou een horrorspel te spelen, buiten bliksem te. Hop, rollen! Alright. Het gaat nou elk moment fout. Dat weten we. Spring. Schuiven, dat zie ik niet meer. Oh nee. Ik heb spijt. Dat vliegt zak niet weg. Tot zak. Ik heb zoveel geluk, joh. Het scheelt zo weinig. Uh-oh. Dat staat lang. Volg het pad, blijf laag. Volg het pad. Ik heb net al risico's genomen. Te veel risico gaat nooit goed, hè. Dat gaat nooit goed. Oh, dit is echt een epische hut. Unsafe, keep out. Geen probleem. Waar zijn wij? Jessica! Dit doet mij denken aan een film. The Hills Have Eyes. Is een andere setting, maar ik weet niet waarom. Zo'n vermoeden heb ik dat het dit is. Ik kan niet aimen. Jessica, I'm coming! Elevator. I'm coming! Ik denk niet dat dat lift werkt. We nemen de trap. Verder. Laag. Heel erg rustig. Casual. Jessica! Ik moet zeggen, hij is heldhaftiger dan ik had verwacht. Ik heb respect voor hem. Jessica! Eén grote grap. Jess! Hij loopt zo casual met die rifle in zijn hand. Dat kan ik niet tegen, joh. Als er nou iets gebeurt, ben je nog lul. Oh no. No! Oh no. Oh god! No, Jessica. Oh my god. Jess! What are you okay? The fuck? Het valt wel mee. Het valt mee. Help! Het valt mee.
Jessica. What the fuck? Sorry. Ik kan daar zo slecht tegen, jongens. Hoe kon ik haar dan redden? Sowieso waren dat vrienden of zo. Nog opgesloten. Oh nee, we kunnen gaan klimmen. Oké. Snel. Ik ga even snel. We maken het nou. Nou maakt het toch niet meer uit, jongens. Het maakt niet meer uit. Oké. Oh, kut. No! Oh, in het echt dat hij dood vindt. Ik druk de verkeerde knop. Foutje. Snel. Oké. Netjes. Als ik nou een fout maak, dan valt hij wel dood, denk ik. Want Dalk is wel super hoog. Oké. Spring. Spring! Okay. Spring! Doe het! Oh, godzijdank. Er is meer actie dan dat verwacht van dit spel. Nee, het is zo spannend. Jump! Ik wist dat er iets ging komen. Ik denk vol focus. Als ik nou een fout maak, zijn we genaaid. Shit. No, no, no. Huh? There he is. Oké, dit niet achterna lopen. What? Laat zien. Laat zien. Ik heb het idee dat het... God damn it. Ik heb het idee dat het een van die vrienden is. Ik weet niet waarom. Jammed up piece of shit. Oh, hij is geblokkeerd. Oh, nou, hebben we er zo niks aan. He's gotta make it! Well, het is goed dat ik niet geschoten heb, anders had hij mij gehoord. Heel toevallig! Ligt een lamp. R2. Pikkie. Ik vind het zo geweldig hoe ze die gameplay hebben gedaan in het spel. Wauw. Dit spel is zo vaag, joh. Hij hoort ons ook gewoon niet lopen ofzo, hè? Ik heb het gevoel dat Mike niet oud gaat worden. Waar zitten wij? What the fuck? Wat is dat? Ik wou dat zeggen, what the fuck is dat? Lijkt net een of andere asylum, weet je wel, gekkenhuis. Oh, zij zijn er ook nog. What the... Hij is er nog? What the fuck? De vorige episode hebben ze alleen die Ashley meegenomen. Heet die Ashley? Volgens mij wel. Ashley! Ja, Ashley, ik zei toch. 11:30. Dat is zo random. Waarom alleen haar meenemen? Ash. Ash. Dat is van haar. Oh, dat is het ook weer. Not good. Not good at all. Not good. Ik weet niet waarom, maar altijd als ik spellen speel, dan gaat iedereen dood. En in dit spel is het speciaal. In de keuken. Misschien is ze in de keuken. De meest obvious plek voor Ashley. Nope. Geen Ashley. Ik ben benieuwd of dat er gewoon masker was. Of dat die vent gewoon raar was. What the fuck? Oké, iemand is hier dood gegaan. Dat ziet er niet lekker uit. Oh shit. No. Ash. Normaal gezien dan denk je, oh, er is wel een happy end, maar hierbij is geen happy end. Want waar is de rest? Ashley! Worden één voor één worden we allemaal afgeslacht. We wachten gewoon op onze tijd.
Oh, is het fuck? Oh shit, dat is een spoor. Dat is een bloedspoor. Anyone out there, Ashley? Ik denk dat je op zulke momenten beter niks kan roepen. Denk ik. Dat zou ik tenminste doen. We kunnen naar voren of we kunnen het bloedspoor volgen. Zullen we het spoor volgen? Uh-oh. Uh-oh, no. No, 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 no. Ligt daar iets? Is dat een lichaam? Holy shit, man! Fucking hell! Ik zei dat ik clowns had! Krijgen we nou dit? Beetje jammer dit. Beetje jammer dit. Hoe doe je dit? Ah! Oh, dat is een. Nee, dat is een varken. Oh shit. Aanwijzing gevonden, varkenshoofd. Was daar een aanwijzing aan? Hier heb je een varkenshoofd. Leuk, fijn. Er ligt een varkenshoofd op de berg. Er is het stonden verse bloed. Oké. Okay. Dat had ik nog niet gezien. Dankjewel voor de tip. Oh no. Oh no. Dat is een zwart of niet? No. Iemand gaat dood. Iemand gaat dood. Is dat een put? Dat is een doodstoten. Ik snap je totems nog niet helemaal. Want volgens mij kun je het wel overleven. Alleen dan is het gewoon heel belangrijk welke beslissingen je maakt. Alleen geen idee. Ja, hoe kan ik het dan weten wat een goede beslissing is? Okay, als het goed moeten wij hier nou rijden. Yeah. Ik vind het raar, want dat bloedspoor. Dat is dus naar de varken. Alsof ze een varken helemaal door ons huis heen gesleurd hebben. Kunnen wij onderdoor eigenlijk? Nope. Ik ben benieuwd hoe ik echt iets kan zien als ik rondkijk met die lamp. Ash. Ash. Oh fuck, wat is dat voor hutje? Is dat een andere hutje van die Mike? Sorry. Ik weet ook niet echt wat ik moet zeggen nou van deze game, jongens. Sorry dat ik constant zo stil ben, maar ik ben zo gefocust. Ashley! Ik hoor haar janken. It's a sign! Wat hangt er allemaal? Allemaal gekke beesten. Lang zei je dat ik ook ergens bij? Ash, I'm here. Wow. God damn it. Please help me. Waarschijnlijk, ik durf bijna te wedden dat ze aan pinnen hangt. Ik weet het bijna zeker. Oh no. No, 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 no. No, no. Nee. Ik wil geen Saw games. Ik heb er zo'n hekel aan. And thank you all for joining me. Tonight, we're gonna conduct a little experiment. Sort of test. Now for this experiment, we'll need the cooperation of our two best subjects, Joshua and Ashley. But we're gonna need one more brave participant to help decide which subject will live and which will die. Oh no! Oh my god, get us out of here! Please, everyone calm down. It's all very simple. Christopher. You will find a lever placed directly in front of you. Okay. All you have to do is choose who you will save. Dit zijn zulke zieke dingen, jongen. Dit is precies net als Saw. Shit, no! Okay, this is gonna be okay. Misschien hoef ik niet te kiezen. Zal ik gewoon niet kiezen? Just think about this for a minute. Ik heb het idee dat het precies andersom werkt. Als ik één iemand kies, dat juist die doodgaat. Huh? Ik ga niet kiezen. Ik moet kiezen, want er is geen tijd. Ik moet kiezen, fuck. Sorry Ashley. Ashley.
Ik wil gewoon niet kiezen. Dit is zo fucked up. Oké, George. God, Ash. I'm sorry. Chris, please. Oh, God. This is insane. This is not. This isn't happening. Chris, please tell me this isn't happening. Oh, oh, what gebeurt er altijd nou? I don't know what to do. Oh, fuck. Chris. No. No, 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 no. Oh, shit. Dat was niet de bedoeling. Oh, no. Josh, I'm so sorry. I didn't mean for this to happen. Man, I don't want friends. What would you do this? Dat was niet de bedoeling. Ik denk, ik ga hem kijken wat ik met die handen kan doen. No! Ah! Stop it! You can't do this! Oh, I'm coming, Ash. I'm gonna cut you. I'm letting you down. Shh, stop, stop, please. Come on, come on. Let's get you down. Come on, we're gonna get you out of here. Oh my fucking god. No. We gotta go, okay? Wow. Kon naar die deur niet gewoon open trappen? Hoe moeilijk kan het zijn? Fuck, deze game is zo vies, man. Ik heb zo'n hekel aan dit soort games. Ashley. Waar komen die twee ineens vandaan? Wat? Ik vertrouw die twee echt niet. What? Whose blood is that, Ash? Josh, are you okay? Chris, what happened? Josh! Josh, what? Dude? He's dead! Wait, not what? Right in front of us, man! What are you talking about? There's a maniac! Maniac? Oh my god, we gotta get out of here. Ik heb hem de hele tijd niet gezien, en nou ineens? He was, there was a sign! It was either him or Ash, and I don't know what to do. Come right through him and spill it out fucking everywhere. What? Oh my god, Chris, what? And I killed him. What, Chris? I killed him. It was my fault, man. No, no, this is insane. We need to go get some help. Cut right in half. We're gonna figure this out. I don't know. Matt, we need to go get help now. And we should look for the others. Mike and Jess are off 69ing each other, and who knows where Sam is. I think she's in the lodge. Fine. Fine, you're right. Get everyone else together, but if there's a maniac running around, I think we need to get some help too, right? Not just wait around. But what about... Why are we still talking about this? Let's go! Ik vertrouw die antwoord echt niet. Maar wat ik me nou realiseer... Ik vertrouw die twee echt niet. Ik vertrouw die echt. Ik vertrouw ze sowieso niet. Maar in ieder geval, ik had een hekel aan ingewanden. Dat is waarom ze door de meerdere zijn gezaagd. Of hij. Hello again. Things are getting pretty tense up there, aren't they? Is the night going nasty as fuck. Het gaat goed. No. What? I see. And you think that these poor people are getting what they deserve? Why? Wie ben jij over die te vragen? Want daar staat Dr. Hill. I'm going to help you. And this game you're playing. You understand that it's not good for you. It's not good for anyone. And I can't say that you're showing much loyalty in the way you're playing. Ik wou net gewoon bij die zaak gewoon geen keuze maken. Alleen per ongeluk ging je naar rij. Ik ben even benieuwd, als ik niks had gedaan, was er dan niks gebeurd? Ik zal het niet weten, maar ik wil het weten. Dat is fucked up. Do you intend to continue with this elaborate self-indulgence? Niet toegeven, jongens, niet toegeven. Do you even believe that I am real? I don't know. The heart of the problem, it all comes down to this. Can you really tell the difference anymore? I doubt it. I doubt it.
Deze episode was krankzinnig. Ik ga de episode afsluiten. Dit is een keer een kortere episode, zie ik. Maar ik denk dat er meer dan genoeg what the fuck gebeurd is van één episode. Dus ik ga hier ook gelijk de episode afsluiten. Ik vind het gewoon mooi om elke episode te starten met zo'n flashback van wat er daarvoor is gebeurd. Dus dat ga ik nou ook weer doen. Ik hoop in ieder geval dat jullie het... leuk is een beetje raar, hè? Het is gewoon fucked up. Ik hoop dat jullie willen weten hoe het afloopt. Ik denk dat dat het beste... een manier is hoe ik dit kan zeggen, want het is fucking raar. Ik wil gewoon weten wie de dader is. En ik denk jullie ook. Dus als je wil weten wie de dader is, dan hoop ik jullie morgen weer te zien bij het vervolg van deze game. En als dit te veel voor jullie is, zeg maar, iets te nasty, dan is het een risico. Dan moet je zelf maar zien wat je doet. Ik hoop jullie morgen weer te zien bij het vervolg van deze game. Dus tot dan en houden we.